Stel u zelf voor in exact 30 seconden. Ik ben Chris Poelaert, gehuwd met Tina Joos, vader van vier kinderen: Emma, Fran en Jeff. En de vierde is eigenlijk onze border collie, Sam genaamd, die op mijn naam staat geregistreerd. Ik ben sinds 18 jaar burgemeester van de gemeente Herne, als ook 12 jaar provincieraadslid in de provincie Vlaams-Brabant. Ik ben eerste kandidaat-opvolger voor het Vlaams parlement en wil graag mijn bijdrage leveren tot een hogere levenskwaliteit voor de inwoners van Vlaams-Brabant en van Hans Vlaanderen. Waarom stapt u in de politieke strijd? Wel. Uh, Politiek is eigenlijk mij een beetje van thuis uit mee. Uh, in het leven bezorgd geweest door mijn vader, die uh, burgemeester is geweest van de gemeente Herne, stond altijd ten dienste van het volk. Um, en ja, dat is een erfenis die ik heb gekregen van mijn vader. En uh, ik ben nu zelf uh, 18 jaar actief als burgemeester van de gemeente Herne. En die gedrevenheid om iets uh, te doen ten dienste van de mensen, uh, zit er gewoon in. Uh, en dat wil ik uh, bestenden. Nu zei het wel op een manier dat ja, waar de gemeentepolitiek u vooral kan handelen en snel kan handelen en ook daden kunt stellen, eh, ontbreek ik dat een beetje op het hogere niveau. Om een voorbeeld te geven, eh, wij zijn geconfronteerd geweest met de talonkundigheid van de medische hulpverlening. Wel, wij hebben er zelf voor gezorgd dat door de eh, inschakelingen van een brandweervoorpost de problematiek is opgelost geweest. Een ander voorbeeld is, uh, wij zijn geconfronteerd geweest met een ware diefstallenplaag in onze gemeente. Meer dan 60 woningen waren slachtoffer in één maand tijd. Wat eigenlijk zou betekenen, als dit zich zo gedurende één jaar verder zou manifesteren, dat bijna één op de tien woningen in Herne zou geconfronteerd worden met een diefstalpoging ofwel met een inbraak. En ja, dan moet je daar een halt aan toeroepen, omdat dat gewoon leeft onder uw bevolking. En uh, een beetje spelend met de wetgeving waarover we beschikken, omdat van hogeruit er niet echt oplossingen werden aangeboden, hebben wij een bewakingsfirma ingeschakeld die patrouilleerde. En waardoor wij ook de diefstallenplaag hebben kunnen inperken tot één en maximaal twee per maand in de daaropvolgende maanden. Um, dat zijn daden waar mensen om vragen, en dit ontbreekt mij een beetje uh, op het hogere niveau. En vandaar dat ik zeg: Kijk, ik wil niet langs de zijlijn blijven staan, maar ik wil uh, ook mijn uh, daadkracht gaan betonen op een hoger niveau. En vandaar mijn engagement. Welke quote heeft u gekozen? Wel, uh, ik heb er eigenlijk twee. Uh, we zijn in trio onze campagne gaan voeren. Zijnde meer Dorpstraat in de Wetstraat. Uh, het ontbreekt vandaag denk ik de nationale politiek om te luisteren wat dat er leeft bij de bevolking zelf. En het is aan ons die tussen die mensen leven om dit dan te ver vertalen op het niveau van de Wetstraat en daar ook iets mee te gaan doen. Anderzijds had ik een eigen slogan. Laat u het gebeuren. Uh, ik wil ook daar niet langs de zijlijn blijven staan. Uh, vandaag de dag in onze gemeente worden wij geconfronteerd met de opmaak van een bijzonder nood- en interventieplan omwille van een mogelijke elektriciteitsschaarste. Uh, dat moeten wij ondervangen. Anno 2019 zonder elektriciteit zitten, ik denk dat dat niet meer denkbeeldig is of dat de bevolking zich daar ook niet mag of kan aan verwachten en toch zijn we bijna zover geweest, moeten we daar op patent blijven. Um, er is ook de problematiek van het fileleed uh, langs geen uh, alle autostrades. Overal waar u overdag passeert, wordt u op een of andere manier geconfronteerd. Laat ons ook iets doen aan die mobiliteitsproblematiek. Zij het niet alleen uh, met de wagen, maar ook het meer openbaar vervoer, het fietsgebruik stimuleren enzovoort. Uh, een derde puntje is, en dat is mij toch nooit ontglipt uh, of vergeten geweest, uh, minister Muiters, Muiters heeft ooit eens verklaard dat wie in het platteland woont eigenlijk meer zou moeten gaan betalen voor de postbedeling, voor de nutsvoorzieningen enzovoort. En ik vind dat eigenlijk discriminerend. En in, met die paar enkele of, of enkele voorbeelden wil ik eigenlijk wel stellen, beste mensen, dit mogen wij niet laten gebeuren. Laat iemand uh, de vertolker zijn van uw taal en laat mij dit uh, gaan brengen in het parlement. Waar het hoort opgelost te worden. Wie zijn uw politieke voorbeelden? Well, eigenlijk ja, heb ik er veel en misschien ook veel te weinig. Uh, laat mij stellen dat ik een heel breeddenkend iemand ben. Ik uh, kan mij zowel vinden in linkse als in rechtse ideeën. Uh, het is eigenlijk allemaal een beetje begonnen, zoals ik zei, van thuis uit. Maar uh, ik heb de Burgermanifesten van Guy Verhofstadt in der tijd gelezen, omdat ik inderdaad uh, mij wel kon vinden in visie en toekomst die jij voorop spiegelde. Ik heb toen Bert Ancien, voorzitter was van de Volksunie nog, uh, zijn boek gelezen, de uh, het ver, de vergeten vernieuwing dacht ik uh, dat het boek was, um, omdat dat gewoon allemaal bijdraagt tot ja, uw, uw vorming en, en hoe je zelf je uh, blik werpt op de wereld. Um, het is voor mij versterkend geweest. Uh, uiteraard heb ik dan ook het boek ook gelezen van Wouter Beke um, met uh, het midden waar hij de, de mens wil versterken. Um, het moedige midden was de titel van het boek. Was mij even ontsnapt. Um, maar figuren die mij toch wel hebben kunnen inspireren was een Barack Obama, zoals iedereen waarschijnlijk wel. De manier waarop hij iets naar buiten brengt is echt oprecht, komt oprecht over en uh, is ook iets waar de bevolking uh, gehoor aan heeft uh, gegeven. Uh, Zij het dan op nationaal gebied uh, is uh, Jean-Luc Dehane wel een voorbeeld geweest. We mogen toch niet vergeten dat hij uh, een van de grootste politieke naoorlogse uh, crisissen heeft uh, aangepakt en ook opgelost, een staatshervorming heeft overleefd. Dus dat is iemand waar ik bewondering voor heb. En mijn grootste bewondering vandaag, de dag gaat toch wel naar minister Koen Geens. Um, niet onterecht uh, bekroond tot de beste minister in uh, diverse media, naar aanleiding van de jongste verkiezingen of de verkiezingen die nu aankomen. Uh, het is echt wel iemand die oprecht handelt, die uh, zich inspant, meeleeft uh, met de bevolking. Hè. We vergeten zeker en vast ook niet het drama van Julie, uh, maar de manier waarop hij daar uh, op reageert. En uh, ook, ja, laat ons toch niet vergeten, het ministerie van Justitie is toch wel een van de moeilijkste ministerpossen. Um, hij komt mij zeer oprecht over. En uh, mochten er meer ministers van zijn soort zijn, dan ben ik ervan overtuigd dat het land echt wel beter wordt. Ik heb uh, enorm veel bewondering voor zijn inzet en ik heb eigenlijk nog geen voorgaande uh, mogen kennen. Wat zijn uw politieke interesses? Vanuit mijn, mijn lokale achtergrond uh, worden wij vandaag en de dag toch meer en meer geconfronteerd met uh, klimaat, uh, milieu, duurzaamheid enzovoort. Dus wij moeten daarnaar handelen. En ik denk dat dat vooral van op een hoger niveau moet gestuurd worden, waarbij dat er lokaal geacteerd wordt. Uh, mobiliteit mogen we niet vergeten. Het file, de fileproblematiek zoals we die vandaag de dag ervaren. Wij moeten gedurfd gaan naar een nieuwe mobiliteit, uh, mobiliteitsaanpak in zijn algemeenheid. Um, ruimtelijke ordening interesseert mij heel. Uh, ook vanuit mijn uh, bevoegdheid, vanuit de gemeente. Uh, de Vlaamse bouwmeester uh, inspireert heel veel mensen. Ik zeg niet dat wij dat allemaal moeten gaan vatten, maar hij brengt toch heel wat in beweging. En uh, het is die beweging van kernversterking die ook noodzakelijk is om de toekomst uh, aan te kunnen. Dus uh, als u mij vraagt welke debatten ik uh, ga voeren of wil voeren, dan gaat het vooral over veiligheid, welzijn, ruimtelijke ordening. Uh, en uiteraard het klimaataspect. Uh, wat kan er anders en beter in de politiek? Wel, wat mij enorm stoort en, denk ik, ook heel veel frustraties teweeg brengt bij de bevolking, uh, is de politiek zelf. Um, wij mankeren de voeling met de bevolking. Um, ik spreek nu al alsof ik op een hoger niveau zou handelen, maar dat is absoluut nog niet aan de orde. Maar zo ervaar ik het toch. En uh, ik begrijp wel de frustraties van de bevolking. Er moet meer geluisterd worden naar wat de bevolking zelf uh, meent en men moet daar ook naar handelen. Um, als u mij vraagt wat er moet veranderen, dan is het in eerste instantie de politiek zelf. Uh, het is aan de politiek om een voorbeeld te geven. Als ik uh, lees uh, wat een twintigtal uh, zakenlui en mensen uit de met een culturele achtergrond uh, in een open brief hebben meegegeven, dan is er nood aan visie en aan toekomst. Uh, over 10, 20 jaar uh, gespreid. En wij moeten die maatschappelijke thema's samen aanpakken met alle partijen, over de partijgrenzen heen. En soms vind ik dat er enige volwassenheid ontbreekt in de politiek. En vandaar uh, zeg ik één in, in eerste instantie. De politiek zelf moet veranderen. Ze moeten zelf een andere houding nemen. Ik denk dat minister Krevis daarvoor het juiste voorbeeld kan zijn. Laat het maar eens een vrouw zijn. Wij zullen uh, wel meehandelen met die vrouwen die misschien toch wel eens een nieuwe maatschappelijke evolutie kunnen teweegbrengen. Welk voorwerp heeft u meegebracht? Wel, uh, ik heb eigenlijk uh, de rabarbergine uh, meegenomen. Rabarbergin is eigenlijk uh, een initiatief van een uh, VZW in onze gemeente. Um, zij hebben de vergeten groenten, waar er zoveel in in hun jeugd of jongeren uh, tijd hebben mogen van proeven de confituur en de rabarbertaarten. Zij willen die eigenlijk een beetje terug in de maatschappij brengen, maar zij het op een, uh, op een sociale manier. Uh, er is de rabarberzin gemaakt, rabarberlikeur, rabarber zelf, uh, en ze zijn bij de bevolking rondgegaan om te vragen een aandeel te kopen van 10 euro, waarmee dat ze dan oftewel in eigen of oftewel uh, in de tuin van het Dominicaanse klooster in onze gemeente uh, een rabarber tuin kunnen uh, aanbrengen. De vruchten die daar dan van geplukt worden, um, die worden dan teruggegeven aan goede doelen. Dus de winst die daarmee gegenereerd wordt. Het brengt mensen samen. Um, wij zijn in onze gemeente ook bezig met de korte keten. Uh, eigenlijk brengt het zoveel in één aspect bij elkaar en uh, ik denk dat dat is wat wij nodig hebben. De korte keten, duurzaamheid, klimaat en zoveel meer. In één uh, flesje samengevat. Um, maar dat is wat de maatschappij, denk ik, meer nodig heeft, meer samenleving. We moeten niet alleen uh, curatief gaan handelen, maar ook vooral preventief. Uh, ik denk, uh, we gaan overal camera's plaatsen enzovoort in het kader van de veiligheid. Dat is nodig, maar die sociale controle is nog o zo belangrijk. En uh, misschien moeten er ook meer middelen uh, terug naar de gemeente gaan, de basis van de politiek. Um, om, want ik wil dat toch nog wel eens stellen. Wij stellen vast dat uh, in Antwerpen een inwoner vijf keer meer Vlaamse middelen krijgt dan bijvoorbeeld in onze plattelandsgemeente Herne. In Beersel is dat acht keer meer uh, en dat is een groot verschil. Maar wij moeten vooral zorgen dat de sociale leefbaarheid sterk ondersteund wordt, niet alleen in de steden, uiteraard ook, maar vergeet zeker en vast ook niet het platteland. En daar uh, wil ik met deze fles toch even op alluderen.